Vakantie staat bekend als de verdienperiode van de dierentuin, meer bekend als Paramaribo Zoo. Sunweb TV heeft vandaag een gesprek gehad met Lolita Baron, de directrice van de dierentuin, Fellen Weerwin, de administratieve kracht en Grace Weert, hoofdeducator. Er werd aan de directrice gevraagd als de verdienperiode, vergeleken met de overige maanden, hoe het dit jaar is geweest. De directrice gaf als volgt antwoord. Wel, ik ben pas komen bijkijken en ik heb het een en ander waargenomen. Ik vind dat de opkomst best wel... We mogen niet klagen, maar het kan altijd beter. Ja, mevrouw Pellen, zijn er meer bezoekers gekomen dan vorig jaar? Vergeleken met vorig jaar is het dit jaar toch wat minder. Het lijkt alsof de dierentuin meer geld maakt omdat de kaarten zijn verhoogd. En die zijn pas verhoogd. Dus vergeleken met vorig jaar dan... Vorig jaar was beter. Ja, mevrouw Baron, hoe staat het met de dierenpopulatie? De Paramaribo Zoo heeft een redelijk aantal aan dieren. We willen dat natuurlijk weer opkrikken. En waarom ik zeg weer, is omdat de afgelopen periode, vooral met COVID ertussen, zijn er wat dieren eraan gegaan, zeg maar. En we moeten onze collectie echt wel weer gaan uitbreiden. Dus ik zou eigenlijk zelfs ook nog nu al willen vragen aan mensen die iets hebben. Een mooi, leuk dier die ze hebben gevangen of toevallig bij ze kwijt hebben of zo. Kunnen ze ook bij ons kwijt en dan hebben we dat breiden we weer uit. Zodat het aantrekkelijker wordt. Nu is het een beetje aan de minimumkant, maar ja, met alle zorg en dingen die zo moeilijk gaan nu. We proberen dat wat we hebben te behouden. Om de dieren naar binnen te laten stromen, moeten ze een bepaald proces lopen? We hebben, als we nieuwe dieren krijgen, gaan ze even in een quarantaine opzetten. En dat is meer ter evaluatie van hun welzijn en hoe ze omgaan met, zeg maar, leven in een kooi. En als dat goed is, dan pas komen ze naar buiten, want ook hun gezondheid houden we heel erg goed in de gaten. Mevrouw Fellen, hoeveel voeding is er per maand nodig voor de dieren? Op maandbasis hebben we 100 tot 150.000 SRD nodig aan geld voor diervoeding voor de dieren. En dan praat ik over het minimale, maar dat is niet alles. We hebben sowieso meer geld nodig om de dieren goed te voederen. Met behulp van onze donateurs... Mensen uit de samenleving kregen we wat spullen, diervoeding. Sommige mensen geven geld. En dan zo pakken we het op. Waarom 100 tot 150.000? De spullen zijn duur. Alles is duur geworden. Iedereen weet het. Economische situatie in het land. Vandaar 100 tot 150.000. En dan is dat ook niet genoeg. Het is het minimale. Want we hebben sowieso meer geld nodig als we de dieren goed moeten voederen. En ook nog onze andere vaste lasten. Personeel moet betaald worden. De plek moet onderhouden worden. Enzovoorts. Al geruime tijd is er een zwembad hier. Hoe is de opkomst bij het zwembad? Redelijk. We mogen niet klagen. Want met de opbrengsten van onze... zwembad en onze entry, daarmee doen we onze dingen. Als ik het goed begrijp, moet je betalen om te zwemmen? Ja, je betaalt om te zwemmen. Mevrouw Baron, wat zijn de toekomstige plannen met de dierentuin? Oké, de dierentuin willen we naar een hoger niveau tillen. En om dat te doen heb ik al een paar plannen uitgestippeld. Ik zal niet diep daarop ingaan, want dat moet eerst elders bekeken worden voordat je dat kan doen. Maar de bedoeling is sowieso dat we alvast gaan werken aan onze educatie naar de scholen toe. We hebben een educatiecentrum die niet volledig gebruikt wordt en dat willen we wel helemaal weer 100% inzetten. We hebben een theater hier die ook voor bepaalde educatieve films, vertoningen en dergelijke gebruikt kan worden. Ook zelfs als je zo kijkt rondom, dan zie je ook bepaalde
Dus de informatie wil ik meer naar buiten brengen. Ik wil hebben dat iedereen weet wat het is. De bedoeling ook is dat de kinderen die thuis zijn, wij die allemaal hier in de stad wonen, dat als we behoefte eraan hebben, dat we weten er is een dierentuin, we kunnen daar langs gaan, we kunnen zien wat we niet thuis kunnen kweken. En het is niet alleen voor dieren houden, het is ook voor informatie, educatie, gezelligheid. Het moet gewoon geweldiger worden of beter, zeg maar. We moeten allemaal een beetje beter ingelicht worden, aan ons bod komen. Ja, los van toeristen, maar ook de lokale bewoners, Surinamers, denk je dat er nog animo is voor de dierentuin? Ja, ik zei het net al. We hebben ons moderne samenleving, biedt niet veel ruimte voor het kweken van bepaalde dieren. En als je dat alles op één plek kan hebben, dan heb je een leuke gezellige dag buiten. Buiten ons dagelijkse stress. Kinderen hebben ook stress. En als je ze hier een beetje kan bezighouden, is dat ook goed. Gesproken over het educatiecentrum, mevrouw Grees, kunt u me daarover wat meer vertellen? Nou, de dierentuin heeft een educatiecentrum. Het lag een heel tijdje stil. Dus als vrijwilliger ben ik hier naartoe gekomen en heb ik gevraagd van hey, kan ik een helpende hand bieden? En bestuur en directie hebben me dan toestemming voor gegeven. Dus we zijn momenteel bezig met het opruimen, opknappen van onze educatiecentrum, zodat kinderen, scholen, dan langs kunnen komen om zich in te lichten, te informeren over de verschillende dieren in Suriname. En daar ook heel rijk terug naar school gaan. En de opbrengsten van de educatie die worden dan weer teruggedoneerd aan de dieren. De kooien worden verzorgd, wordt draad gekocht voor kooien. Net als wat mevrouw Baron ook zei. Zodat wij ook meer dieren in de dierentuin kunnen accommoderen. Waardoor de dierentuin, een dierentuin hoort bij een land. Een dierentuin is voor het kind, voor het gezin, voor de familie. Maar de educatie, hoe dieren gevoed worden en het dierenleven per dier, dat wordt hier belicht in onze educatieruimte. De bedoeling is dat wij om de 6 maanden weer een x aantal dieren belichten en dat er dagelijks dan scholen komen om een educatief tripje te maken hier en ook met de juffie een hele leuke tijd kunnen hebben. Want ja, dat zelfs ontbreekt hoor, als het gaat om educatie. Ik ben zelf ook leerkracht en het is altijd wel weer een puzzelstuk van waar gaan we met de kinderen naartoe. En de dierentuin is dan de plek waar je kan komen als het gaat om een stukje natuuronderwijs. Ja, wanneer gaan de deuren officieel open? De planning is voor 4 november dat we de officiële opening hebben. Nu zijn we bezig met het opknappen van het gebouw en het inrichten. Dus we mikken op 4 november. Dan hebben we dan weer de opening van ons educatiecentrum. Ja. Ja, en de scholen, kunt u me wat vertellen wat betreft de accommodatie? Is er genoeg ruimte om de scholen te accommoderen? Ja, scholen worden ingeroosterd, zodat ze dagelijks hier langs kunnen komen. Ik zou niet zeggen dat de hele school kan komen, maar als we 2 tot 3 klasjes hier kunnen voorzien van informatie, dat roosteren we in. Wij bellen ook zelfs naar scholen. Scholen kunnen ook zelfs naar ons toe bellen. Dat geschiet allemaal binnen de reguliere schooltijd. En dan komen de kinderen hier voor een circuit. Je komt in de educatieruimte. Je hebt daarna ook een luisterverhaal waarbij je de kinderen ook traint als het gaat om hun luisterhouding. En daarna gaan ze naar het amfitheater om daar naar een hele leuke dierenfilm te kijken. Dus het wordt echt een leerrijk circuitje. Ja, als we eventueel gebruik willen maken van het zwembad of willen wandelen in het park, hoe staat het daarmee? Dat kan gecombineerd worden. Sowieso is het als ze gebruik willen maken van het zwembad, dat ze gewoon naar de zooafdeling zwembad moeten bellen voor de reservering. Zodat wij als de dierentuin ook onze lifeguards en iedereen daarom qua veiligheid ook in orde kunnen maken. Maar de dierentuin staat natuurlijk naast educatie.
staat de dierentuin ook vrij, onze speeltuin. We hebben ook nog wat spelletjes en de kinderen kunnen lekker schommelen. We hebben ook een leuke bar waar ze een ijsje of een patatje kunnen halen. We willen het ook wel gezond houden voor de kinderen. Dus dat is allemaal toekomstperspectief. Ja. Met dit idee, wat voor invloed denkt u dat dit gaat hebben op het kind? Het kind gaat leerrijk terug, helemaal enthousiast, want de kinderen zijn nu helemaal digitaal ingesteld. Dus als het kind komt en het kind beleeft het visueel, iemand van de dierentuin die vertelt over het dier, dan denk ik dat weer een bepaalde liefde voor je natuur, voor de dieren weer gevoed wordt.